Je staat hier voor het ghetto Theresienstadt en ik heet je hartelijk welkom. Ik ben Carla Josephus Jitta. Het is nu moeilijk voor te stellen wat ik hier als jong meisje heb meegemaakt. Het leven gaat gewoon door. Het lijkt een normaal Tsjechisch dorpje. Maar toen ik hier als 12-jarig meisje samen met mijn broer en grootmoeder vanuit Westerbork per transport aankwam, was het een ghetto. Een afschuwelijke plek waar een mensenleven niet meer telde. Ja. En ze was moedig, want ze heeft tegen die politieagent gezegd: als u nou even een ommetje loopt, dan zorg ik dat het kind weg is. U is toch moedig om dat nog te proberen. En toen ben ik weggebracht door haar man naar het politiebureau in Bussum samen met die politieagent. En in die politiecel in Bussum waren we. Dus deze rails ben ik binnengekomen en ben ik het kamp uitgegaan. Als het dezelfde rails is, dat vind ik een heel gek idee. En we zijn daar verderop bij die poort, hebben we stilgehouden. En daar ging plotseling die deur open van die beestenwagen. En ik heb het idee dat ik wakker schrok. Dus ik moet in elkaar gezakt zijn, terwijl ik het idee heb dat ik 48 uur gestaan heb. En het was net een toneelstuk. Het was net of het doek opging en er waren lantaarnpalen. Het was net een toneelstuk, het doek ging op. Gek, hè? Ich wandre durch Theresienstadt, das Herz so schwer wie Blei, bis je mein Weg ein Ende hat, bis je mein Weg ein Ende hat, dort knapp an der Bastei, dort knapp. An dir Bastei, dort bleib ich auf der Brücke stehen und schau ins Tal hinaus. Ich möcht so gerne weitergehen, ich möcht so gerne weitergehen, ich möcht gern nach Haus, ich möchte so gern nach Haus. Nach Haus, du wunderbares Ort, du machst das Herz mir schwer. Man nahm mir mein Zuhause fort, man mir mein Zuhause fort, nun hab ich keines mehr, nun hab ich keines mehr. Ich wende mich betrübt und matt, so schwer wird mir dabei. Theresienstadt, Theresienstadt, wann wohl das Leid ein Ende hat, wann sind wir wieder frei, wann sind wir wieder frei. Ja. En wat ik grappig vond, ik woonde dus op dit moment in Naarden, dat ik die vesting herkende, zeg maar. Dacht ik, oh ja, is net als Naarden. Dus dat vond ik betrekkelijk vertrouwd, zeg maar. En ik heb eens boven op die wallen gezeten en toen zag ik dat het zo in elkaar zat. En dat dat blijkbaar de buitenkant van het kamp was en dat het water eromheen stroomde en dat het op die manier was afgebakend. Thank you.
Buiten het stadje kun je op eigen gelegenheid nog het zogenaamde kleine fort bezoeken, een gevangenis. Gelukkig heb ik daar nooit gezeten. Daar vlakbij is ook de begraafplaats van de hier omgekomen en gestorven kampbewoners. Maar de meeste gevangenen van de 140.000 zijn later vermoord in Auschwitz of een ander vernietigingskamp. Vanwege mijn doopbewijs mocht ik in Theresienstadt blijven en zo heb ik de oorlog kunnen overleven. Zodat ik vandaag mijn verhaal kan vertellen aan jou.